Wat betreft de bouwplannen voor het pand aan de westerweg 279 lijkt er bij de inwonersparticipatie het een en ander mis te zijn gegaan. De projectontwikkelaar en omwonenden maken elkaar over en weer verwijten. En Heilo 2000 vindt dat het college hier een verantwoordelijkheid in heeft. Naar aanleiding van de inspraakreacties van omwonenden zegt de projectontwikkelaar het plan op diverse punten te hebben aangepast. Diverse reacties richten zich echter niet tegen het voorgenomen bouwwerk... maar tegen beleidsmatige overwegingen van de gemeente Heilo... over bijvoorbeeld de wens van de gemeente om vrijkomende inbreilocaties te benutten voor betaalbare woningen. De 14 omwonenden zouden neutraal staan ten opzichte van een invulling met acht appartementen... maar er zijn wel zorgen over de vraag of dat op deze locatie wel mogelijk is. Heilo 2000... Raad het college dan ook aan om met vertegenwoordigers van omwonenden in gesprek te gaan, om te komen tot een transparant proces, vertrouwen te creëren en twijfel weg te nemen. Zij heeft dit maandagavond door middel van een motie tijdens de raadsvergadering geprobeerd af te dwingen. De motie werd echter verworpen, met name ook omdat portefeuillehouder Peter van Diepen in de voorafgaande commissievergadering had aangegeven om met de omwonenden in gesprek te gaan. Ook vonden de meeste partijen niet dat het college een rol heeft om partijen tot elkaar te brengen.